Hier liep ik dus, iets meer dan 9 jaar geleden, dag in dag uit, met een kinderwagen. Met daarin een leuk, prima kind. Maar ja, stikgelukkig met dat kind, dat was ik niet. Ik was juist in paniek. Bij elke stap die ik zette, dacht ik, wat nu? Wat nu? Wat nu? Wat moet ik doen? Ik ben de videovakvrouw en ik help nu ondernemers, ZZP'ers, die hun plek in de markt willen veroveren. Niet elke video werkt. Ik help jou om de video's te maken die met plezier en tot het eind toe bekeken worden door je toekomstige klant. Je kunt je abonneren op dit YouTube-kanaal als je ook gezien, gevonden en bekend van je leuke video's wilt worden. Goed, dat kind, dat was er. Hartstikke fijn. Maar ik was niet alleen een beginner als moeder. Ik voelde me opeens een beginner in alles. Hoe ging ik het oplossen qua werk? Ik had er wel over nagedacht van tevoren. Ik dacht, ik ga een baan zoeken. Maar wat denk je? Het was net crisis. Mensen werden niet aangenomen. Ze werden juist en masse ontslagen. De werkloosheid was op een hoogtepunt op dat moment. Ik kon wel doorgaan in mijn oude werk als regisseur. Dan moest ik bij nacht en ontij van huis. Wist ik nooit hoe laat ik thuis zou komen. En ja, dat gaat dan weer even wat lastiger als je om 6 uur je kind van het kinderdagverblijf moet halen. De keus was aan mij, maar het was echt een moeilijke. In die tijd droom ik elke nacht hetzelfde. Dat ik naar school moet, dat ik te laat ben, dat ik mijn schoenen niet kan vinden, dat ik mijn diploma niet krijg. En bij het wakker worden, dan deed ik het weer. Ik had toch al een diploma? Ik had al een opleiding gedaan en ik heb al ervaring. Dat is het juist. Ik kan al iets, ook al voelt het even niet zo. Ik kan video's maken die mensen graag zien en tot het eind toe bekijken. Daar ben ik zelfs best goed in. Het enige wat ik moet doen is zorgen dat andere mensen dat ook weten. Ik moet klanten zoeken en aan marketing gaan doen. Hoe zorg ik dat die andere ondernemers weten dat ze mij nodig hebben, dat ik ze kan helpen? Marie Forleo en Danielle Port maken de video's waarvan ik denk, dat moet ik toch ook kunnen? Die zijn gewoon zichzelf. Die vertellen over hun vak, ze delen hun kennis zonder opdringerig te doen, zonder een ander te spelen. En ik denk, dat ga ik ook proberen. En natuurlijk denk ik ook, dat kan ik nooit. Zij zijn leuker, ze hebben meer middelen en ze hebben een beter verhaal. Maar ik probeer het lekker toch. En het mooie is, zo begint het te lopen. Ik maak korte, kleine filmpjes terwijl mijn kind slaapt thuis voor een witte muur. En ik geef hele simpele tips over video. Van 0 kijkers ga ik al heel snel naar een aantal kijkers. Komen er enthousiaste reacties en word ik gebeld door anderen. Ik heb ook steeds minder tijd om te gaan lopen en malen over hoe het verder moet. En langzaam groeit er een bedrijf dat mij en dat kind prima kan onderhouden. Het ging werken omdat ik me op tijd herinnerde dat er echt wel dingen zijn die ik goed kon en waar ik andere mensen mee kan helpen. En natuurlijk omdat ik het met video deed, want dat gaat sneller dan tekst en foto's. Mijn vraag is, hoe zit het dan bij jou? Loop je ook malend rond te denken, hoe kan ik nou zorgen dat meer mensen weten dat ik heel erg goed ben in iets? Gebruik je al video om dat duidelijk te maken? Of kan dat allemaal nog wat meer en wat beter? Ik lees het graag in de comments onder deze video. En als niemand het mag weten, kun je me ook een mail sturen. Vond je deze video inspirerend of nuttig of wat dan ook? Abonneer dan even op dit kanaal. Dan kun je volgende week weer een andere video van me zien. Graag tot dan. Dag!